Ik heb bij Greenpeace hun hele methode, hoe zij blijvende veranderingen in de wereld voor elkaar willen krijgen, geleerd. En ik vind nog steeds dat hun brede campagne-strategie de beste is die ik ooit ergens tegengekomen ben. En dat begint dus niet met activisme, dat begint met wat willen wij over tien jaar bereiken. Nou, dat kan zijn. Er worden geen walvissen meer bejaagd. We willen geen drijfnetten meer. Er mogen geen olieplatforms staan. Dus dat brengen ze eerst in kaart. Dan, waar wordt dat geregeld? Is daar een wet voor? Is daar een verdrag voor? Um, kan je ergens naar een rechtbank? Wat is er mogelijk? Of wie besluit daarover? Nou, dan gaan ze kijken van oké. Okay, dat is dus blijkbaar een wet of een verdrag. En deze mensen mogen daarover besluiten. Hoe beïnvloeden we die mensen? Waar zijn die gevoelig voor? Is dat informatie? Is dat een alternatief? De Greenpeace had toen ook een eigen innovatieunit. Is dat informatie? Ze had ook een eigen wetenschappelijke unit. Bijna niemand weet dat iedereen kent die bootjes. En ja, een bepaalde groep van mensen is gevoelig voor uh, politieke, publieke druk. Nou, als dat moet, kunnen we ook. Dus. Dat hele palet werd bekeken. En uh, bijvoorbeeld zo'n uh, verdrag rond uh, driftnets. Er zijn acties op zee gevoerd. Maar dat kwam vooral uh, goed omdat Greenpeace goed gekeken had hoe de verhouding was tussen de landen die internationaal over dat verdrag gingen. En die hebben toen een aantal kleine landen bijgeschoold van waarom is dit belangrijk. En toen sloeg de stemming de goede kant uit. Dus het is een ongelooflijk stuk ingewikkelder dan alleen actie voeren. En dat is denk ik onmiddellijk ook het bruggetje naar hè, jonge mensen nu. Je moet het hele palet hebben. Iedereen mag doen wat hij wil. Maar alleen ergens staan en zeggen nee, helpt over het algemeen niet. Je moet dan ook: wie beslist je over? En hoe krijg ik die lui? Nou ja, en dan moet je dus weten wat je wilt.